Yeah, I know my opponent. That's gonna be Tatiana Van Polanen. I know that she's good fighter, and I think that's gonna be good fight and really tough. Ik heb één keer zien vechten tegen Maria Verheijen, toen in Maastricht. Raggetje, ook met de juiste mindset. Ze wilde heel graag. Jong, opkoming. Tegen, ja. Dus ik weet dat ik ook aan de bak moet. Veel clinchen? Veel clinchen. Goed, ik denk dat ik fysiek mij wil op haar kan leggen. Ik vond nog steeds de partij tegen Maria Verheijen onvoorstelbaar. Ja, dat was een goede partij. Ik denk gewoon dat ze dingen nog veel beter kan. En nog veel beter kan dan ze daar deed. Er zijn gewoon een aantal punten in haar vechten. Waarvan ik vind dat die beter kunnen. Maar tot nu toe, zeker die partij tegen Maria, was ze zo goed. En zette ze zoveel druk. En Maria kwam er gewoon niet onderuit. En dat is denk ik wel een goede prestatie. Zeker tegen een vechter als Maria. Ik geloof heel erg in maatwerk. Een hele belangrijke spreuk van iemand die lesgeeft in trainingsleer zegt: je moet niet goed worden in het verkeerde. En ik vond het een enorme uitdaging om met haar aan de gang te gaan, omdat ik dacht, haar bijnaam was Stamina. Wat iets zegt over de algemene fysiek. En daar hebben we wel eens grapjes over gemaakt. En ik zei altijd van, ik kan je echt nog veel sterker maken. Gekoppeld aan maatwerk. Dus de juiste dingen die bij haar lichaamstructuur passen qua techniek. Ja, ik heb misschien wel een beetje een bijzondere kijk op fysieke training in combinatie met vechten. Ik geloof in train as you fight. En nou, ze kwam eigenlijk definitief voor ons uit. En dat werd besloten op 4,5 week voor het titelgevecht. En dus ja, er was best werk aan de winkel en afspraken gemaakt. En het klikt ook. Ja, ervaring ook bij andere topsporten heeft bewezen dat je ook qua sociale aspecten met elkaar op één lijn moet zitten. Want anders zal de prestatie nooit 100% zijn. Dat is voor mij ook een eis wanneer we met iemand in zee gaan om te trainen. En dat kan met verschillende mensen op verschillende manieren zijn. Maar er moet een verbindenis zijn als mens met iemand. En wat zie je bij haar dan als de verbindenis? Hoe... De drive om te werken. Ze luistert, dus als ik kijk naar het gevecht tegen Christa Fleming, heeft ze eigenlijk tegen haar principes anders moeten vechten. We hebben een gameplan gemaakt waarin misschien wel een hoop mensen hebben gezegd nou, in de eerste ronde dat het paniek was. Maar ze heeft dus het vermogen om daarna te luisteren, mij te vertrouwen en dat te doen wat we afgesproken hebben. En dat is bijzonder, vind ik, in een sportmens. Ja, ik verwacht gewoon dat hij het gewoon goed blijft doen. Ik bedoel, hij doet het al goed sinds... Sinds ze hier traint en ze gaat goed vooruit. Maar er valt nog genoeg aan te werken, dus voor mij blijft dat een uitdaging. I'm gonna do my best. I am training really hard, almost every day. And I'm gonna do my best, like always. Okay, thank you very much. I'm not gonna say that. I'm gonna knock her out because I don't like talk like this. I just gonna try to win the fight. That's also good, isn't it? Yeah. Thank you very much. Thank you. En bedankt voor het interview. Dankjewel, Jaak.